Mijn beste vrienden, Paramaribo, groet u met een grote piki street Brassa. Straight from the heart en puur natuur. Waar u zich ook mag bevinden, de vier rustige jaren. Het is vandaag 29 juni 2023. En iedereen, tenminste, een groot deel van de mensen is bezig in de feestweek, vrienden, wij vieren al zo lang. Elke dag is het feest. Hier, vanuit de studio, moet je strijden tegen de drums en de muziek die overal vandaan schijnt te komen. Levenslang feesten wij. Mijn vrienden, waar u zich ook mag bevinden op de wereld, u moet het weten en u zult het herkennen. Sranamang, lobbyfeesten. En er is één speciale Sranamang die extra van feesten, feesten houdt. En dat is onze Blakamang. <laughs> op zichzelf is het een goede zaak als je van Muziek houdt. Het is een goede zaak als je ritmisch bent. Het is een goede zaak als je al vroeg ritme gewend bent en je lichaam ook op die manier beweegt. Helemaal niks negatiefs, beste vrienden. Wat blijft er over voor het andere in dit leven? Wij Blakabrada, nangasisa. Wij hebben een gigantisch probleem. En het probleem maak ik tot de uitdaging. Waardoor je er niet meer tegenaan kijkt alsof je een steile berghelling ziet waar je tegenaan moet klimmen. Maar een goede heuvel waar je op kan gaan. Een begaanbare heuvel die leidt naar verschillende toppen. Mijn lieve beste vrienden, een van de grootste uitdagingen in Suriname. Is het onderwijs? Het onderwijs is verschrikkelijk verwaarloosd. Het is ouderwets en het is niet nieuwerwets gemaakt door die minister. Die de onderwijsminister, die met het vertrek van de NPS uit de coalitie ook is vertrokken, tante Marie, toen ze kwam, zei ik: wat zij doet is niet goed. Ik zei het ook aan de NPS, maar. U weet hoe het gaat. Niemand luistert. En vandaag is ze vervangen door een andere minister. En zij, als ze terugkijkt naar praktisch drie jaar onderwijsminister, dan moeten we stellen dat ook deze. Deze geleerde mevrouw er niks van gebakken heeft. Beste vrienden, dit is klassiek wat er gebeurt met vele geleerde mensen die in Suriname zijn en niet in staat blijken om. De werkelijkheid van Suriname. binnen hun deskundigheid. op te nemen en. te werken op zodanige manier. dat ze begrepen worden. Dat wil zeggen, laat maar het anders zeggen. ze zijn niet in staat. om datgene wat ze geleerd hebben. toe te passen aan de Surinaamse situatie. Je begrijpt al, dus dit is maar abi kennis, maar de gebruik naar kennis. Voor. jepi den samma in zanaan die Abina van vanod. Deze mevrouw was duidelijk niet thuis. Gelukkig is ze weg, maar de gevolgen bleven niet uit. Onlangs hoorden we dat er een aantal kinderen zijn die. Van bepaalde scholen in bepaalde wijken, die in de zesde klas zitten en hun naam niet kunnen schrijven. Die kinderen zijn nog steeds analfabeet. Trouwens, dat is niet nieuws. We kennen gevallen van kinderen die twaalf jaar zijn en die nog geen klok kunnen kijken. Beste vrienden, dat mensen statistici geconstateerd hebben dat die 50% van die kinderen tot de lagere school, vijfde klas, is geweest. Dat doet pijn wanneer de hele wereld dat weet. Maar nog veel erger is het wanneer je beseft dat dit voor 99% zwarte kinderen zijn. Beste vrienden, je hoeft je er niet voor te schamen, want wij hier zijn die schaamte voorbij. De vraag is alleen hoe gaan wij hiermee om? Het onderwijs in Suriname is de grootste crisis op zichzelf. En die crisis zorgt ervoor dat er overal in elke sector een crisis ontstaat. Het is crisis op crisis op crisis. Ondertussen. Horen we en lezen we van de miljonair in de politiek die prado's weggeeft en die er prat op gaat dat hij 24 wagens, auto's heeft in. De kontrein van Mungo hij heeft er net drie weggegeven in Apura en hij is een gever. Het is van hem bekend dat hij een gulle man is die graag anderen helpt. Daar is niks mis mee als je iemand anders helpt. Maar ik geef het hem te denken, en ik heb het over VP, Ronnie Brunswijk van de aardbodem. Wanneer geeft hij benoemt je gave, dan geef je eigenlijk blijk dat het niet echt dat ding is niet echt want als je geeft dan benoem je het niet eens je wil het zo snel mogelijk vergeten maar het feit dat jij het iedereen onder de neus wil wrijven vertelt me dat ook jij em uma crise porque para marido furuto